sorry dat jullie het nu wat van me horen. Vanmorgen slecht nieuws gekregen, mijn oom is overleden. Dus ik was niet echt in de mood om te gaan filmen, zeg maar. We wisten wel dat het aan zat te komen, maar toch op het moment dat dat dan echt zo is of zo, dan ja, is het toch allemaal een beetje anders. Ja, hoe hard het ook is, maar het leven gaat door. Ik heb vanavond boekingen, het hele weekend eigenlijk vol boekingen. Ik ga jullie een beetje meenemen. Ik ben helemaal buiten adem. Ik sta op een plek waar het volgens mij niet mag in Heerlen. Dus het zal me niks verbazen dat ik dadelijk een boete heb, maar ik hoop het niet. Vanavond werk ik in 7, 2 uurtjes mensen champagne uitdelen. Dus zorg dat mensen een leuke avond hebben. Dat kan ik wel. Samen met Do. Pakjes liggen er al, dus we gaan even omkleden en dan genieten. Hallo! Kijk, hier zijn alle drankjes. Oh, lekker! Prosecco! Heb jij al geproefd? Nee. Geproefd, Prosecco. Ja, lekker hè? Mm. Nou, zie je aan wij. Doei! Ja! En toen waren we eens op Q Music, de foute party. Kijk even naar mijn chickies. Wauw! Ach, wat zijn ze hot, wat zijn ze leuk! Wij gaan beginnen en lollies uitdelen. Doei! Yeah.
samen gaan we uit de bol helemaal los. Een drankmarathon van de dubbele stroom. Je weet dat ik voorlopig niet naar huis kom. Ik denk al, wat ben ik donker. Het weekend is weer voorbij. Het is zondagavond, 11 uur. Rammo was vandaag jarig, 10 jaar. Mijn lieve, lieve poepie, schatje, poepie. Oh, mijn hondje, ja. En ik zie dan meteen foto's van vroeger. Echt dat hij nog helemaal zwart is. En nu is hij echt al grijs en oud. En mij doet het nog zo goed. Zo onbewust ben ik een beetje aan het tellen. Oké, 10. Oh, hoe lang blijft hij nog bij ons en zo. Maar dat wil ik helemaal niet, want ik wil gewoon genieten. Snap je? Hij is er. Mijn hondje, mijn poepie. En niet denken over wat komen gaat, maar gewoon genieten in de tijd. Ja. Oh. Ik zou echt niet weten wat ik zou, zonder hem zou moeten, zeg maar. Snap je? Ja. Ja, nou ja, gek gedacht. Snap je? Wij hebben dus nu de boekingen gehad dit weekend. We hadden er 6 in totaal. Het is allemaal goed gegaan. Alhoewel ik 2 of 3 afmeldingen had gehad vanwege ziek zijn. Heb ik het helemaal kunnen oplossen, gelukkig. Daardoor niet zoveel met social media bezig geweest. Want ja, dan ben je bezig met al die meiden regelen, tijden doorgeven, aanpassingen, carpoolen en alles op en eraan. Maar goed, het is gefixt, het is geregeld. Vandaag was ook echt een onwijs leuke dag. Sowieso natuurlijk Rambo's verjaardag. Maar ook omdat er Zoe voor de allereerste keer is meegeweest naar Roda. Ja, sinds dat wij daar werken als hostesmeiden, wil ze al heel graag een keer mee. Wat ga je vandaag doen? Dit is SpongeBob. Nu ben je moe. Wat ga je doen vandaag? Hallo, Zoe. Wat ga je doen vandaag? Doekdoekbal. Kijken! Ze is super blij, want ze heeft dus een shirtje hebben we gekocht bij Roda. En hebben alle spelers hun handtekening erop gezet. Dus ze liep er echt helemaal zo vol trots met dat shirtje, zeg maar. En ik had ook een geel shirtje aangedaan. Dus we waren ook helemaal matching. Mijn vlogcamera was ik vergeten. Dus mijn excuus daarvoor. Ik moet echt weer een beetje in het ritme komen dat ik mijn vlogcamera moet meenemen. Want die was dus gisteravond leeggegaan bij de boeking. Allerlaatste wat ik kon filmen was dus Eva die er sok wilde aandoen met die bounty erin. Echt, ik heb kapot gelegen, echt. Ik heb het ook nog een bounty in haar make-up tas gedaan. Ook nog in haar normale tas en in de jaszak, geloof ik. Thuis stuurden ze allemaal foto's op van bedankt, hè. We vinden het leuk om dingen die we dan krijgen dan in elkaar spullen te verstoppen, weet je. Als je dan thuis komt, dan zie je, oh ja, oh. Ja, gewoon een beetje gekkigheid. Het was mijn verzameling. Het valt me wel op dat die bounties vaak altijd blijven liggen. Dus jij trouwens, bounty, laat even achter in de reactie, ik ben benieuwd. Je zou denken dat ik het echt onwijs lekker vind, want ik hou natuurlijk onwijs veel van Malibu. Maar ik hou dus niet van kokos. Ja, sorry, ik ben echt een beetje... Ja, vandaag dus met Zoe naar Roda geweest, wat echt onwijs leuk was. Helaas hebben ze niet gewonnen. Ik moet wel zeggen, de scheids was ook wel een beetje partijdig tegen de tegenpartij. Heracles. Maar goed, het was wel echt heel erg leuk. Echt leuk om haar een keer mee te nemen in onze werkplekje daar. Ze is al een keer in een stadion geweest. Ze ziet daar heel erg genieten. En het is toch waar, hè? Als je kind geniet, dan geniet je als ouder ook. Zo leuk als je heel veel boekingen hebt met warm, koud, warm, koud. Het slaat me altijd op mijn stem. Hier ga ik nog wel even last van hebben. Na Roda hadden we ook nog een andere boeking op een verjaardagsfeestje hier in de buurt. Echt heel erg leuk. Echt helemaal wit aangekleed. Echt super chic. Daar hebben we met onze laser acten wat gedaan. Met allemaal mooie veren en zo. Nu ben ik thuis en nu ga ik afsluiten. Even het weekend op papier zetten dat ik niks ga vergeten en zo. Wie allemaal mee was en wie ik allemaal moet uitbetalen. Want dat is natuurlijk allemaal wel heel erg belangrijk. En dan zeg ik ja jongens, bedankt voor het kijken. Hopelijk is het geen mega lange vlog geworden. Hij is nu al 3 minuten 50 dit stukje. Ja, als je leuke dingen tegen me wil zeggen of zo, reageer altijd gewoon leuk onder de video. Want dat zie ik sowieso. Want ik krijg zoveel meldingen binnen op mijn WhatsApp, op mijn zakelijke WhatsApp, op mijn Instagram, op mijn Facebook en weet ik wat allemaal. Maar als het met deze video te maken heeft en wil wat zeggen of je hebt leuke ideeën of tips of weet ik wat allemaal, laat het gewoon hieronder weten. Goed? Of hierboven of hier, weet ik veel, bij de reactie. En vergeet geen duimpje omhoog te geven. Jullie allemaal heel erg bedankt voor het kijken. Hopelijk weer tot heel snel. En ik ga proberen weer wat meer te vloggen. Zoals ik had beloofd. En hopelijk was jullie weekend ook goed. Doei! En volgende keer ga ik vertellen over mijn krullen. Nu geen tijd meer voor. Ik ben aan het eten.